Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Sané met de schijnbeweging en dan de plaatsbal. Fantastisch. Geweldige opener hier vanavond in de Allianz Arena. Schitterend. Na 6 minuten is het al zover en staat het 1-0. Nagelsmann heeft zijn vroege voorsprong waar hij op hoopte. En het is niemand minder dan Leroy Sané die scoort. Oei, dit was slordig. En een eerste bal binnen het kader voor de bezoekers. Een slordigheidje van Mazraoui. Maar we zitten weer aan de overkant. En wordt dit de 2-0? Jawel. Netjes in de hoek gelegd door Gnabry. En de gebalde vuist zegt veel natuurlijk. Het staat 2-0 na 12 minuten. Wat een dramatische start voor Bilek. Heerlijk. Mané alleen voor het doel. En daar is de 3-0. En daar is dat eerste Champions League doelpunt in Bayern shirt voor Sadio Mané. Ik denk dat Nagelsmann hier in 20 minuten tijd alles ziet wat hij wou zien. Dit was heerlijk van Mané. Hij doet alles zelf. Fantastische combinatie. Musiala gaat ook hij scoren. Nee, had hij eigenlijk wel moeten doen. Upamecano, mooie kaats. En dan Musiala met de goal. 4-0. Nou, toch maar even checken of Mané niet buiten spel stond. Het staat 4-0. Net na een save kan je het moeilijk noemen. Maar na de goede reactie van Verdon is hij nu wel geklopt. De eerste keer in de tweede helft door opnieuw Sané. Goretzka. Choupo-Moting, die moet scoren. Doet hij ook. We zitten aan 5-0. Choupo-Moting. En zo hebben we 4 verschillende doelpuntenmakers. Ook hij weer wat vertrouwen erbij. Choupo-Moting alleen voor de doelman.
Ja, Gnabry makkelijk voorbij zijn man. En dan kan hij ook nog trappen. Nee, probeert het de bal in de hoek te leggen, maar dat lukte niet. Nog eens draaien. Gravenberg met de poging. Naast. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.